Politie pakt bestuurder op na ernstig ongeluk in Hoogeveen. De Drentse Geschiedenisprijs is uitgereikt. Kijkdag voor Camping de Berken in Gasselten moet vakantievierders over de streep trekken. Een 27-jarige man uit Hoogeveen is aangehouden na een ernstig ongeval op de Boekweitlaan, ook in Hoogeveen. Hij was gistermiddag betrokken bij een ongeluk waarbij 4 auto's op elkaar botsten. 1 auto belandde daarbij op de kop. Een 48-jarige man uit Hoogeveen raakte na het ongeluk bekneld in zijn auto en is zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Daarnaast raakte nog een 23-jarige man lichtgewond. Hij is waarschijnlijk geraakt door een brokstuk van de auto na de klap. Eén kan maar de beste zijn. En de beste is voor dit jaar de Franse para's in Drenthe van Harald de Jong. Gefeliciteerd. Schrijver Harald de Jong heeft dit jaar de geschiedenisprijs gewonnen van de Drentse Historische Vereniging. Zijn boek gaat over Franse para's in Drenthe. De publieksprijs gaat naar Kees Opmeer en Peter Voerman met het boek Hoe de Raders Drenthe veranderden. De prijzen werden uitgereikt in het RTV Drenthe-programma Drenthe Toen. Commissaris van de Koning en juryvoorzitter Jetta Kleitsma reikte de geschiedenisprijzen aan Harald de Jong telefonisch uit. Harald de Jong is echt ontzettend bezig gegaan om alles bij elkaar te garen wat er maar voorradig is over de Franse para's. Je ziet dus ook heel veel beeldmaterialen, foto's, kaarten. Maar het allerfijnste is dat er zo mooi uit naar voren komt dat deze Franse jonge mannen hun leven in de waagschaal hebben gesteld voor ons hier in Drenthe. En ik vind dat hij dat heel erg zorgvuldig heeft ingekleurd. Waar gaan we dit jaar heen op vakantie? Die vraag is vast en zeker al bij veel gezinnen rond de keukentafel besproken. Je kunt natuurlijk online foto's bekijken en binnen een paar kliks boeken, maar sommigen nemen liever een kijkje in het echt. We hebben de plek even bekeken waar we gaan staan, dus super. Er zijn ook wel campings die hele mooie plaatjes hebben. En als, als mensen dan ergens zijn geweest en het valt enorm tegen, dan hebben we zoiets van, volgende keer gaan we eerst even kijken. En dan kijken of dat wat is, of het ons bevalt. En dus doet ook deze camping in Gasselte al een paar jaar aan kijkdagen. We hebben de kleinkinderen bij ons en mijn dochter. Ik kijk dus of wij de kleinkinderen goed kunnen zien. We kijken bij de sanitaire en dat niet te veel lopen is, maar ik heb wel vakantie. En dat is allemaal picobello hier. Het zijn de mensen die graag zekerheid willen. Dat is van jong tot oud. Daar is niet per se een leeftijd aan gebonden. Jonge gezinnen die willen weten wat voor speeltoestellen zijn er. Wat voor mogelijkheden zijn er voor mijn kinderen. Heb ik uitzicht op dat op mijn kleine als hij gaat spelen. De oudere generatie van hoe ligt de plaats en hoe is het terrein. Op die manier. Van der Weijden heeft een druk 2020 achter de rug. Door de pandemie was vakantie in eigen land populair. En omdat deze camping privé sanitair heeft voor bezoekers, konden veel vakantiegangers hier terecht. Ik verwacht dit jaar dat het wel een soort druk gaat worden. Ja, we merken nu al, we hebben enorm veel plaatsen, 36 plaatsen met privé sanitair. Je merkt dat daar enorm veel vraag naar is. Dat zit al bijna vol tot eind augustus. En daarnaast merk je gewoon dat mensen toch dit jaar nog besluiten om in Nederland op vakantie te gaan. En dat merken wij ook, ja, in de hoeveelheid boekingen. Dus is het hier nu nog leeg, maar zit het dit voorjaar vol met mensen die het hier allemaal al wel een beetje gezien hebben, maar daar juist heel blij mee zijn. En weer heeft FC Emmen er een puntje bij gesprokkeld in de strijd tegen degradatie. De mannen van trainer Dick Lukien speelden knap met 1-1 gelijk in de Kuip tegen Feyenoord. En daarmee deed de Drentse club zich misschien ook nog wel iets tekort. Feyenoord kwam voor rust op voorsprong door een van richting veranderd schot. En wie anders dan Michael de Leeuw zorgde in de tweede helft uit een penalty met zijn 9e goal van het seizoen voor de gelijkmaker. Als penaltynemer heb je alles te verliezen, niks te winnen. Want iedereen verwacht dat je hem binnenschiet en je kan hem dus eigenlijk alleen maar missen. Maar ja, hij gaat erin en daardoor pakken we gelukkig een punt. En ook denk gewoon een terecht punt. Gefeliciteerd. Tenminste, ja, is dat het gevoel dat ik je moet feliciteren? Of moet je nu bedankt zeggen of zeg je van nou ja? Ja, ik weet het nog niet zo goed. Misschien kun jij me dat vertellen, maar nou, ik zag niemand blij van het veld lopen. Dus nee. Misschien is dat wel een indicatie. Ja, ik heb nu heel kort na de wedstrijd het gevoel dat het misschien wel te weinig was. Op basis van die tweede helft, denk ik. Best gek. Want je speelt in de Kuip tegen een van de beste clubs van Nederland. Maar ik denk dat we heel goed hebben gespeeld. Of acceptabel hebben gespeeld. Tot goed. En
en misschien wel hadden moeten winnen. Ja, we zaten ook in de rust van jongens, weet je, we zitten vol in deze wedstrijd. Er is helemaal niks aan de hand, we spelen gewoon goed. Alleen we moeten wel kansen gaan creëren om in ieder geval weer terug in die wedstrijd te komen. Ja, dat doe je in de tweede helft, hè. En de beste kans is, denk ik, voor Luca Acis na zo'n 10 minuten spelen. Ja, ja. Ja, een wonder toch? Dat hij er niet in gaat. Ja, die moet erin. Ja, vrije kopkans die moet je maken. En dan weet je dat je nog een half uur hebt om door te gaan. Want ik vond ook dat na de 1-1, die was denk ik rondom de 70ste minuut. Die was iets later, die was 79ste. Maar er lagen echt ruimtes op het veld om dat goed uit te spelen. En daar zijn we te slordig geweest. Ja, en wat is dat? Finesse? De rust bewaren? Want bijvoorbeeld ook Bernardo, die kreeg nog een schotkans. Ja, dat was wild, hè? Ja, die schoot te wild. Ja, die ging schieten. Terwijl die Peña denk ik aan de linkerkant vrij moet spelen. Dus het zit hem in dingen zien, dingen herkennen. Misschien ook wel vermoeid zijn, want vlak... Wederom natuurlijk ongelooflijk veel meters gemaakt. Die was eigenlijk wel na 65 minuten was daar het beste vanaf. Maar ja, bovenal moet ik wel de ploeg weer een groot compliment maken. Want we hebben gedaan wat we kunnen. En hier in grote delen van de wedstrijd gewoon de boventoon gevoerd. Ondanks het knappe resultaat van gisteravond is het gat na plek 16, die recht heeft op het spelen van de na-competitie, nog altijd 7 punten. Maar dat geldt inmiddels ook voor het gat naar de veilige plek 15. En dat komt allemaal door de 8e nederlaag op rij voor VVV. In Emmen is er nu een verpleegkundige opleiding op HBO-niveau. Het doel is om verpleegkundigen in de zorg te behouden voor Zuidoost-Drenthe en te zorgen voor nieuwe aanwas. Wat je ziet is dat de jonge talenten en huidige talenten die er zijn, hebben geen opleidingsmogelijkheid in de regio. En die gaan dus ergens anders een opleiding genieten. Wat er dan gebeurt is, je gaat op kamers, je neemt daar een stageplaats. En vanuit de stageplaats, ook door de krapte, wordt daar een arbeidsplaats geboden. En dat zijn wij, de zorgprofessional uit de regio, verloren aan een andere regio. Grote winkels mogen weer wat meer mensen binnenlaten. Het gaat om 1 klant per 25 vierkante meter. Met een maximum van 50 per winkel. Dit geeft de burger weer moed, zeg maar. En dit is ook de tijd dat het voor ons belangrijk was. Vanaf half maart, april, mei, juni. Dat ben de belangrijkste maanden van het hele jaar. En die moet je eigenlijk niet missen qua verkoop. Ook Drenthe ging naar de stembus voor de Tweede Kamerverkiezingen. Door de verschillende coronamaatregelen verliep het deze keer net iets anders. En ging het tellen van de stemmen tot diep in de nacht door. Nou, als je dan de dag bekijkt, eigenlijk vlekkeloos zou ik zeggen. Her en der een handgel die wat te veel plakt en een potlood die wel te weinig was. Dat soort dingen, maar voor de rest ging het echt gewoon heel goed. En overal zie je ook dat er een goede opkomst is. En dat mensen zich goed gehouden hebben aan de afspraken. De VVD is in 11 van de 12 Drentse gemeenten de grootste geworden. Ook in Hogeveen, normaal gesproken een CDA-bolwerk. Alleen in Emmen werd de PVV, net als 4 jaar geleden, de grootste. 15 maanden cel, waarvan 5 voorwaardelijk. Dat hoorden Jan Nieboer uit Tweede Exloërmond en Jan H. uit het Groningse Mede tegen zich eisen. Ze worden verdacht van het bedreigen van ondernemers die meebouwden aan windmolenparken. We hebben in het onderzoek gezien dat deze twee verdachten heel veel contact met elkaar hadden. Ontmoetingen hadden en we hebben die ook meegekregen wat ze tijdens die ontmoetingen allemaal tegen elkaar zeiden. En ze hebben telefoons afgeluisterd, maar ook die gesprekken. En daaruit blijkt toch wel dat er sprake is van een grote betrokkenheid bij het versturen van deze brieven. 4 bedrijven hebben een schadevergoeding van in totaal €230.000 ingediend. De 2 mannen ontkennen elke betrokkenheid. De coronavaccins van AstraZeneca kunnen opnieuw worden gezet. Het vaccin werd tijdelijk niet gebruikt na meldingen van bloedstolsels in combinatie met een tekort aan bloedplaatjes. Maar volgens de GGD kan er veilig worden geprikt. Iedereen die de afgelopen week en komende week voor AstraZeneca was ingepland, die afgelopen maandag zijn afgebeld door de landelijke organisatie, die krijgen dit weekend gefaseerd een sms met de oproep om zich bij de landelijke organisatie te melden om opnieuw een afspraak te maken. Als AstraZeneca voldoende levert, wordt er vanaf komende woensdag weer in hoog tempo gevaccineerd. Vanavond en vannacht zijn er opklaringen. Een enkele mistbank is niet uitgesloten en minima liggen rond de 2 à 3 graden. Maandag start met vrij veel wolkenvelden, maar later op de dag laat de zon zich zien. Er kan een licht buitje vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Het wordt een graad of 9. Vanaf dinsdag komt de temperatuur in de dubbele cijfers, met woensdag en donderdag zelfs 13 graden. Het blijft grotendeels droog, maar vanaf vrijdag neemt de kans op regen weer toe.
Dit was het voor vandaag. Meer nieuws in onze app en via rtvdrenthe.nl. Fijne avond en graag tot morgen.